Yes guys, what's up? Paul hier. Weer een gloednieuwe video voor je gemaakt. En na de eerste video over wat is e-com, ga ik nu Facebook Ads voor e-commerce blueprint met je delen. Dit is mijn unieke strategie voor Facebook Ads en hoe je daarmee met je Shopify Store lekker door het dak kan gaan. Laten we er gelijk induiken en wat de slechte Facebook Ads praktijken zijn. Nou, dat zijn dus testen met kleinere doelgroepen. Test geen doelgroepen onder de 1 miljoen. Breed is beter en ik zit altijd tussen de 1 en de 5 miljoen met een maximaal van 7 miljoen. Wat je niet wil doen, en zeker wat heel veel dropshippers doen, is het stelen van je competitor video ad. Van je concurrenten een video ad, een ad copy, omschrijving, etc. Dat derankt je in het Facebook algoritme. Het is niet iets wat je wil doen. Leer die high value skills van het maken van een video advertentie, een eigen ad copy, een eigen omschrijving. En verbeter keer op keer met het product dat je test. Totdat het product voor je aan gaat slaan. Nou, wat wil je dus gaan verkopen? Vind iets dat momenteel al goed werkt. En ja, kijk dan naar Facebook-posts met hoger engagement, veel likes, veel shares, veel comments. En check ook de data voor de meest recente comments en wat die comments inhouden. En zoek ook naar goed verkopende producten. Nou, op welke platformen kan je dat doen? Dan kan je met Facebook Ads Library doen, kan je via AliExpress, Amazon Bol kijken. Puur omdat het goed verkoopt op AliExpress, Amazon en Bol, betekent niet dat het goed gaat verkopen op Facebook Ads. Je kan ook Facebook Ads gebruiken om dus deze winnende producten te gaan vinden. En je moet heel creatief zijn als je dit doet, want je bent in directe competitie met heel veel dropshippers die op dezelfde manier deze producten vinden. Ik raad je geen spy tools aan om momenteel te gebruiken, maar alles puur met gratis tools te doen. En je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je hebt dus een product dat je dus ziet met hoger engagement, meerdere video's, staat al een paar dagen aan. Dat is een product dat je wil gaan testen. Oké, hoe kan je dus je competitie gaan domineren? Bestudeer je concurrent zijn funnel nauwkeurig en let op welke gebieden verbetering nodig hebben. Kan die video-advertentie beter? Kan de thumbnail beter? Kan de ad copy beter? Targeting weet je natuurlijk niet, maar kan de targeting eventueel beter? Kan de marketing angle beter? Kunnen de foto's beter? Kunnen de productomschrijvingen beter? Kan de store beter? Wees hier super specifiek op en kijk ook wat ze succesvol hebben gedaan. Dus waarom loopt een ad überhaupt goed? Waarom draaien ze überhaupt sales? Wat is het geheim daarachter? En pas die kleine dingetjes steeds toe op je eigen store totdat je de geheime formule hebt om je store te gaan laten draaien. En gebruik wat je hebt geleerd om je concurrent te kunnen verslaan. Door middel van een betere ad. Video, ad copy, thumbnail, productomschrijving, productfoto's, aanbod. En kopieer dus niks direct van je klant, voor je concurrent, sorry. Ik zie zoveel dropship coaches zeggen, ja, copy en paste, copy en paste, copy en paste. Werkte misschien in 2017, werkt misschien nu ook wel in 2023, maar dat is hetzelfde als gewoon dingen tegen een muur aangooien en gaan hopen dat het werkt. Je wil een bewezen systeem hebben en niet gewoon zomaar gokken, wat de meeste dropship coaches je leren. Nou, wat is nu een checklist voordat je een ad gaat lanceren? Een nette en betrouwbare product/landingspagina maken. Door middel van trust badges, juiste spelling, geen spellingsfouten. Hoge kwaliteit foto's. Met de tekst eronder in het land dat je adverteert. Dus adverteer je in Nederland met Nederlandstalige tekst. Adverteer je in Zweden met Zweedse tekst. Goed geschreven en over nagedachte tekst. Gebruik ChatGPT om je omschrijvingen te maken. En als jij uiteindelijk niet van je eigen site een product zou gaan kopen, is het dus niet goed genoeg en moet je dus meer tijd aan je store besteden. Maak je eigen creative en kopieer dus niet van je concurrent. Nou, kan je geen creatives maken, en dat was een van de struikelpunten die ik ervaarde, besteed dit dan lekker uit. En gebruik altijd video's om je product goed te laten kunnen zien. Want je product is net zo goed als je video. Als mensen niet klikken op je link, ga je ook geen sales maken. Zorg ervoor dat dat netjes in elkaar staat. Oké. Wat is dus je ad creative structuur? Dus meer dan één manier om je ad op te gaan zetten. Je creative. Je gebruikt de thumbnail. Wat gebruik je in je video? Je gebruikt de ondertiteling. En dit is wat je verkoopt aan je klant. Praat over de belangrijke kenmerken en voordelen die mensen ervaren als ze het product hebben. Bijna alles van je product base is dit eigenlijk, maar dan een stuk kleiner. Gebruik hierbij witte tekst dat gemakkelijk op het oog is. En gebruik een sterke kleur als blauw of geel om belangrijke woorden dik gedrukt te maken. Oké, wat is je ad copy setup? Er zijn verschillende mogelijkheden om je copy op te zetten. En maak het gemakkelijk leesbaar. Gebruik hierbij emojis en een voorbeeld. Je hebt een headline, je hebt je aanbod en je call to action. That's it. Ik ga nog een volledige guide maken voor ad copies, dus geen zorgen. Daar ga ik je ook superveel over vertellen en superveel waarde in delen. Ik heb nog een campagne setup. Eén product is één campagne. Maakt het veel duidelijker en makkelijker te volgen en veel overzichtelijker. Optimaliseer je bij voor verkopen. Onthoud, het doel van je hele campagne en van je hele business is gewoon sales maken.
En als je ad goed loopt of potentie heeft, run dan een PPE-campagne om de ad te boosten. Nou, dit gaat er dus voor zorgen dat je meer likes, meer shares, meer comments krijgt onder je post. En dat geeft ook meer social proof. Je verdeelt al je doelgroepen per adset. Dus één doelgroep is één adset bijvoorbeeld. Gebruik Facebook en Instagram feed placements en gebruik Facebook en Instagram story placements. Alle andere placements zet je momenteel uit, die hebben momenteel geen zin, zeker als je in de testfase zit. Gebruik één one-day click conversie window. En waarom one day en geen 7-day? Je wilt dat mensen in één dag kopen en niet in 7 dagen. En je wilt dat klanten meteen op je store kopen en meteen willen kopen van jou. Oké. Okay. Wat is nou de algoritmische testmethode? Dat is een laag budget. En dat gebruik ik en al mijn studenten voor onze producten die we testen voor onze Shopify dropshipping stores. Dus laag budget, 5 euro per adset en die dagen 1 tot 3 dagen. Het gaat om 10/11 adsets van 5 euro, gaat om 50 euro per dag. En wat je doet aan het einde van dag 1 is view content analyseren. Heeft je adset geen view content, gaat die uit. Wat is geen view content? Dat zijn slechte KPI's, slechte kost per klik, CTR en CPM. Geen zorgen, ik ga hier nog een volledige video voor je maken waarin ik alles ga uitleggen wat andere coaches duizenden euro's voor vragen. Dag 2 is het analyseren van je add to carts. Heeft jouw adset geen add to carts, kill je deze. Dus heeft jouw adset geen toevoeging aan winkelwagen, zet je deze uit na 10 euro. Hier heeft hij 5 euro gespend en hier 10 en hier 15. Dag 3 ga je sales analyseren. Heeft je adset geen sales, zet je deze uiteindelijk uit. Oké, wat zijn dus winnende KPI's? Het gaat om sales en je return on investment. Ben je momenteel geld aan het maken? Wat is ROAS? Return on ad spend. Voorbeeldje, je spendt bijvoorbeeld 5 euro, je maakt 40 euro en je ROAS is hierbij 8. 8 keer 5. Het zou heel mooi zijn dat het ook altijd zo blijft. Dat zou fantastisch zijn. Het zou voor elke euro die je erin gooit, krijg je 8 euro terug. Maak je 800%. Nou, de gemiddelde stockmarkt is gemiddeld 8% per jaar. En de meeste investeerders halen dat niet eens als een negatief. Dus kijk eens wat voor returns je kan krijgen in e-commerce ten opzichte van andere markten. Kijk voor minimaal 2 ROAS. Ideaal wil je 3 plus hebben, want wanneer je schaalt gaat het uiteindelijk iets omlaag. Kijk naar je kost per klik, kost per linkklik. Dus de kosten per klik die je betaalt voor de link. Typisch wil je deze onder 60 eurocent hebben. Maar dat hangt natuurlijk heel erg af van de verkoopprijs van het product dat je hanteert. Kijk naar je click-through rate, je click-through link. Mensen die op je link hebben geklikt, / je advertentie hebben gezien. Voorbeeld, 100 mensen hebben je advertentie gezien, 4 mensen klikken daarop, dat is een 4% click-through rate. Wat is een goede CTR? Dat is hoger dan 1,5%, maar dat is ook heel erg afhankelijk van welke CPM-data je hebt. Nou, wat is dus heel erg belangrijk bij het runnen van Facebook ads is een stukje geduld en doorzettingsvermogen. Behandel Facebook ads als iedere andere skill. Het heeft tijd nodig om geld te maken. Je moet geduldig zijn en leren. Mindset is heel erg belangrijk en niet opgeven als je een keer geblokkeerd wordt. Er zijn zoveel mogelijkheden in e-com, alleen je hebt misschien de kennis nog niet om deze op te kunnen lossen. Je bent nooit geld aan het verliezen met je advertenties. Je bent je geld aan het investeren met data, met elke cent die je spendt. Dat is een andere mindset om er naar te kijken. En dat doe ik ook bij producten en diensten die ik online adverteer via Facebook ads. En je volgende product kan dus het product zijn dat jouw leven compleet gaat veranderen voor de rest van jouw leven. Besef dat eens. Ik vond het iets dat werkt. Wat wil je nu gaan doen? Nou, je hebt dus nu een product dat werkt en dat wil je nu gaan opschalen. En in mijn volgende video ga ik een complete guide geven van hoe kan jij nou jouw Facebook ads gaan opschalen. Bedankt voor het kijken. Dit was weer een korte guide. Ik heb bijna weer een 10 minuten gratis video voor jou hierbij gemaakt. Veel andere coaches zouden hier weer geld voor vragen en in de cursus stoppen. Ik verkoop mijn cursussen persoonlijk niet. Wil jij geholpen worden met jouw Shopify dropship store? Stuur me dan een berichtje op Instagram of Facebook, Paul van Sprundel. En dan kijken we of we een goede match zijn. Als ik je niet kan helpen, ben ik ook eerlijk en zeg ik het niet. Abonneer je op dit kanaal, laat een comment achter en laat een like achter. Het zou mij enorm veel waarderen en dat is precies waarom ik deze video's maak. En ik zie je weer terug in de volgende video waar ik het ga hebben over het schalen van je Facebook ads. Ciao, ciao.